Yo, kijkers van Beat Movie, en het is vandaag donderdag. Voor jullie is het nou vrijdag, maar voor mij is het nou donderdag. Dat betekent dat ik mijn laatste beledigde dag thuis ben, want ik ben morgen dus vrijdag, dus voor jullie is dat vandaag. Ben ik vanavond naar mijn oom toe om vervolgens morgen naar Shida toe te gaan. Ik heb er heel veel zin in, maar het is dus vandaag de laatste volledige dag dat ik thuis ben. En ik wou jullie gewoon eventjes laten zien dat ik op dit moment mijn setup heb staan op dit moment. Ja, laten we maar gewoon gaan beginnen ermee. Om maar te beginnen met PC, nou eigenlijk om te beginnen met mijn laaier, die ligt heel vaak daar aan. Als dat ik me dan met deze camera wil gaan opnemen. Hier zo een aantal snoertjes waar dat we zo meteen nog verder bij komen. PC natuurlijk, ja, anders heet er ook niks aan. Maar dan wordt het hier een stukje rommeliger, zoals dat je ook al kunt zien. Zoals dat de meeste van jullie ook al weten, is dit mijn gaming headset. Hier ligt nog een andere headset die ik gebruik voor naar school te gaan. En als dat ik last van mijn kop krijg door middel van deze. Deze is op dit moment niet aangesloten, want deze is namelijk aangesloten. Deze is wel anders normaal gesproken aangesloten. Alleen, ja, zoals dat je ook al kunt zien, is deze nou aangesloten. En dan ligt ook nog een wit kabeltje voor mijn camera. Dan gaan we snel door naar hier zo. Beeldscherm. Nog een microfoon, die ze gebruiken trouwens gewoon voor de opnames en deze voor de livestreams. En dan komen we hier aan bij de webcam. En hier heb je mijn muis. Deze is de 5 euro Action Muis Maxter Gaming Muis. Wat ik wel grappig vind is dat deze een rood uiterlijk heeft. Nou, je hebt hem ook nog in het groen volgens mij. Deze heeft een rood uiterlijk. Alleen, ja, meestal zijn de lasers ook rood. Maar deze heeft een blauw lasertje. Vind ik wel geinig. En dan ligt hier nog mijn laptop. Maar die is op dit moment nog eventjes uit. Die zet ik zo meteen aan. Zo ziet mijn setup er deze week eigenlijk zo'n beetje uit. Dus gewoon een paar koptelefoon. Ik ga zo meteen eventjes social media genoeg opnemen. Ik ga vanavond nog livestreamen. En vanavond komt ook een vriend van mij langs. Dus dan zien we dan weer hoe dat het dan gaat. En dit is niet de eerste keer dat je mijn Vegas ziet. Ik heb ze net dus eventjes op social media genoeg opgenomen. En zoals dat je misschien ook een beetje kan zien. Ik ben net uit de douche gekomen. En ik ga zo meteen wat eten nog even snel. Nog 10 minuten of zo. En dan ga ik wat eten. Ik ga namelijk gewoon uit de frituurpan van die party snacks. Jee. Gewoon hoe dat makkelijk is. En een special bandjes ga ik nog even eten. En daarna ga ik eventjes livestreamen. In ieder geval tot zo. Yo, kijkers van Beat Movie en welkom terug bij dit stuk. Ik ben aan het livestreamen zoals dat je hier ook kunt zien. Dit is het schermpje voor te livestreamen. Ik ga eventjes naar de chat kijken. Shadi is al meteen erbij. Ik ben Bohemus. Ik kom uit de kant van disco. Abonneer op Beat Movie. Kijk, dat is de goede instelling. Ik ben nou van nog even bezig. Ik heb net eventjes FIFA gelivestreamd. En zometeen ga ik eventjes Minecraften. En dan zie ik wel wat er daarna nog gebeurt. Waarschijnlijk komt Joris rond 1 uur of 8 uur. Annie die zegt ook nog wel een zakje. Oeh, Beat Movie is awesome. Kijk, dat hoor ik natuurlijk graag. En een zakje. Juist, Albert Heijn. Like deze vlog. En blijf zeker verder kijken. Zo, het is nou echt net afgelopen. Het is nou iets van 10 minuten geleden dat we het echt daadwerkelijk hebben afgesloten. De stream. En ik kan jullie met één ding wat... Jezus, mijn headset afzetten trouwens. Ik ga jullie iets fucking vets laten zien. Namelijk dit. En zo denk je van, what the fuck moet ik hierbij denken? Juist, Colin. A.K.A. Colijn in een stream. Wat was het geval? Er was het geval dat een aantal trolletjes, ik weet niet precies wie dit waren, waarschijnlijk klasgenoten of zo, die hadden een Colijn account al gemaakt, zeg maar. Shadi heeft er toen naar Colijn getweet van, hey, er zijn een paar trolls aanwezig, best wel grappig en zo. En toen vroeg Colin van, welke stream is dat dan? Nou, dat is dus deze stream geweest. Nou, dus bij mij. Dus, wat heeft hij dus gedaan? Welke stream vroeg hij toen? En toen was dus twitch.tv/BeatMovie. Toen kwam hij inderdaad in de stream terecht. En dat zie je hier zo. Oh mijn god, Colijn is hier. Dat is dus de echte Colijn. Hier zo waren in plaats van die nulletjes waren dat ootjes bij die andere. En dat Asus Strix headset. Dat is fucking vet. Ik heb gewoon echt Colijn in mijn stream gehad. Dikke vette Loempia Power. Ik ben er nog steeds een beetje stil van. Ik heb zoiets van, wat de hel is dat serieus zo? Ook best wel grappig dat hij trouwens meteen de headset herkende. Want ik had nog niet eens gezegd dat hij die headset op had. Zometeen komt nog even een vriend van me langs. En dan ga ik misschien nog wel eventjes vloggen. Ik weet nog niet precies. En dan zie ik jullie misschien daarna nog wel. Misschien zo meteen al. Dus tot zo. Het is inmiddels al bijna 12 uur en ik heb gewoon echt een fucking vet avond gehad. Nog met dat livestream, maar ook nog met dat Colin is langs geweest en dat Joris is langs geweest. Ik heb enorm ermee gelachen. Maar in elk geval, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik heb voor jullie ook geen vragen meer. Voor nu in elk geval, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken als dat je hem leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe vlog. In ieder geval, tot de volgende keer. En hou. Doei.